Beste reizigers, de sprinter van Utrecht Centraal naar Baren van 17.10 uur komt over 10 minuten aan. Een kwart eeuw hoorde je deze stem op alle stations in Nederland. Ja. Nadat Tuffy op haar 31ste als voice-over gecast werd om het geluid van de NS te worden. Ja, het was een klus eigenlijk, zoals de andere. Dat is een beetje het gekke. Ik stond op het top van mijn carrière. En. Uh, ja, ik had nog niet in de gaten dat het later zo groot ging worden. In totaal sprak ze meer dan 80 uur aan zinnen over stations, perrons en tijden in. Die je dan hoorde als er sprake was van een vertraging. Komt over enkele minuten aan. Per onwijziging. Vertrekt vandaag van spoor 14A. En uitval. Rijdt niet vanwege werkzaamheden aan het spoor. Maar dat zorgde ook wel eens voor minder leuke reacties. Ik merkte het aan mijn populariteit. Ja. ja, ik was de meest irritante stem van Nederland op een gegeven moment. En toen dacht ik van, oh, wacht even, dit is wel een dingetje. De meest irritante stem? Ja, die, uh, dat predicaat kreeg ik ineens. En dat had niks met mijn stem te maken, maar met uh, het slechte nieuws, zeg maar. Gelukkig duurde dat niet lang en heeft ze vooral genoten van de tijd als stationstem. Nu ze stopt, stopt ze helemaal met haar werk als voice-over en gaat ze verder als spiritueel coach. En het afscheid nemen doet ze met een lach. Beste reizigers. Ook al vertrekt de Vivos, ik wens u nog steeds heel veel rijplezier.